geregeld. Er vielen talrijke buien, vooral in de noordwestelijke helft van het land. De minimumtemperatuur daalde naar 5 graden in het oosten en 11 graden in het zuidwesten van het land. Er waaide een matige en aan de kust een vrij krachtige noordwestenwind. Aan het begin van de ochtend was het in het zuidoosten van het land nog droog. Maar de buien die zich gedurende de nacht vooral in de kustprovincies en in het noorden hadden opgehouden, die spreidden zich weer over het hele land uit. Vooral tijdens de ochtend vielen er heel wat buien. In de tweede helft van de middag werd het in het westen geleidelijk wat droger en werden de opklaringen wat breder. De maximumtemperatuur varieerde van 12 graden in het oosten van het land tot 14 graden in het westen. Er waaide een matige en aan de kust een af en toe vrij krachtige noordwestenwind. Komende avond en nacht nemen de buien in aantal en intensiteit geleidelijk af. Vooral in het binnenland wordt het behoorlijk koud met een minimumtemperatuur van 4 graden. Aan de kust blijft het wat zachter met zo'n 8 à 9 graden. Er waait een zwakke noordwesten tot noordenwind. Overdag zou er in het oosten van het land nog een enkel buitje kunnen vallen, maar voor de rest blijft het in het hele land droog. Er zijn wolkenvelden, maar de zon zal zich ook af en toe laten zien en er waait een matige noordenwind. De temperaturen lopen morgen op naar zo'n 13 graden. Dit was het weer, Karel van der Wouw vanuit Natuurreservaat De Wiedijk in Amsterdam-Osdorp.